De Gelukkige God, 6 oktober. De gezonde leer is overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God. 1 Timotheus 1, vers 10 en 11. Een belangrijk onderdeel van de heerlijkheid van God is zijn geluk. Het was ondenkbaar voor de apostel Paulus. Een God die geen aanspraak zou kunnen maken op eindeloze vreugde, maar wel volkomen verheerlijk zou zijn. Om oneindig heerlijk te kunnen zijn, moest hij ook eindeloos gelukkig zijn. Paulus gebruikt de uitdrukking de heerlijkheid van de zalige God. Want het is tot verheerlijking van God dat hij zo gelukzalig is. Gods heerlijkheid houdt in dat hij gelukkiger is dan wij ons ooit kunnen indenken. Dit is het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. Het is goed nieuws dat God zo heerlijk gelukkig is. Niemand zou eeuwig willen leven in de nabijheid van een ongelukkige God. Als God ongelukkig is, dan leidt het evangelie niet tot gelukzaligheid. Dan is het in feite geen evangelie. Maar Jezus nodigt ons juist uit om eeuwig te leven in de nabijheid van een gelukkige God. Niet voor niets zegt hij, ga in de vreugde van uw Heer. Matteüs 25, vers 23. Jezus leefde en stierf, zodat zijn blijdschap, Gods blijdschap, in ons zou blijven en dat onze blijdschap volkomen zou zijn. Johannes 15, vers 11 en 17, vers 13. Daarom is het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. De blijdschap van God is in de eerste plaats de blijdschap in zijn Zoon. Dus als we delen in de blijdschap van God, delen we in de vreugde die de Vader heeft in zijn Zoon. Dat is waarom Jezus de Vader aan ons heeft geopenbaard. Aan het einde van het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 zei hij tegen zijn Vader, en ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Vers 26. Hij openbaarde God aan ons, zodat Gods vreugde in zijn Zoon in ons zou zijn en ook onze vreugde zou worden. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.